Mooi, hè? Dit zijn de Schorelse duinen. Hier vind je de hoogste duinen van Nederland. Ieder jaar genieten hier vele fietsers en wandelaars van de afwisseling van bos, duin en heide. Dit is ook het thuis van bijzondere diersoorten, als de zandhagedis en de tapuit. Alles bij elkaar een unieke plek in Europa. Dat houden we graag zo, maar dat gaat niet vanzelf. Ruim 100 jaar geleden bestonden de Schorelse duinen vooral uit stuivend zand. Om de nabije dorpen te beschermen, is het duin volgeplant met dennenbomen en helmgras. Tegenwoordig staan er aan de kust dichte bossen met hoge bomen. Zeldzame planten in het gebied daarachter worden overgroeid. Als we niets doen, vind je hier in de toekomst één groot dennenbos. Bovendien hebben de dennen ervoor gezorgd dat het grondwaterpeil met ruim 1 meter is gedaald. Daardoor vallen duinvalleien nu droog. De dynamiek is weg. Als gevolg hiervan verdwijnen zandduinen, heiden en bijzondere dieren. Hoe lossen we dat op? Het gebied moet weer op een natuurlijke manier gaan functioneren. We gaan weer meer ruimte maken voor open duin. Hiervoor halen we zo'n 6% van het bos in stappen weg. Heiden en planten kunnen zich daardoor volop ontwikkelen. Dit trekt weer allerlei vogels en insecten aan die we graag terugzien. Het bos dat de dorpen tegen stuifzand beschermt, blijft. Want veiligheid staat voorop. We geven hier loofbomen meer de ruimte, want die zorgen voor een veilig, gevarieerd en natuurlijk bos. Ten slotte mag de forsterij duinen weer in beweging komen. Duinen horen te stuiven. Het is bijzonder dat we dit nog kunnen herstellen. Want op de meeste plekken in Europa is het daarvoor al te laat. Zo werken we als Staatsbosbeheer aan de Schorelse duinen. Zodat het niet alleen mooi en veilig is, maar ook gezond. Een bijzonder mozaïek van natuur. Met afwisseling van bos, heide en open duin. Uniek en aantrekkelijk voor mens en dier.